Mag ik daarmee zeggen en je? Of ja, mag ik u zeggen? Nee, kom maar. Mag ik u zeggen? Dat mag. Ja. Deze vlog gaat over een van de allerleukste weken van het jaar tot nu toe. Met als hoogtepunt een ontmoeting met mijn grote held Erwin Olaf. En als dieptepunt een hele grote kater. En dan heb ik het niet over Kai. Maar op maandag begon het eigenlijk al meteen goed. Want ik ging naar Paradiso Noord voor een concert samen met Isabella. Hey Isa. Hoi. Hoe gaat het? Ja, top. Lang niet gezien. Ja, best wel. Ik weet niet meer hier voor de laatste keer. Kun je nagaan hoe lang? Dat is heel lang. Hey, we gaan naar Alec Benjamin, hè? Ja. Maar ik zie daar al een hele rij met fangirls staan. Zal ze er geslapen hebben? Dat zou erg zijn. En wij gaan nog eerst even eten. En wat is je favoriet liedje van Alec Benjamin? Ik ken er maar één, Let Me Down Slowly, ja. Natuurlijk. Die is heel mooi. Dat was echt mijn break-up song. Het is ook, ik had geen break-up bij, maar ik dacht echt van... Je voelt ja, hem wel. Ja, ik voel hem. Ik moet alsnog huilen, ja. Maar ik weet niet waarom. We aten bij de Tolhuistuin boven de concertzaal. En sommige dingen waren heel erg lekker, sommige dingen waren... Mwah. En het concert begon, was heel erg tof. Ik had geen idee dat Alec Benjamin al zo populair was in Nederland. Volgens mij was hij zelf ook aardig verrast. En hij speelde gelukkig ook ons favoriete liedje, Let Me Down Slowly. This light is falling in a kingdom. I can feel you fade away. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. Wat vond je ervan, Isa? Ik vond het echt heel vet. Ik ook. Het was... Ook de nummers die ik niet kende waren... Jij kende alles. Nou, ik herkende alles. Dat is iets anders. Ja, ze echt wel. Iedereen dit ken ik. Ja. Alleen die lichtshow, jongen. Er stond helemaal geen lampje op, hij eigenlijk. Hij was donker als hij zong en licht als hij sprak. Maar hij is wel echt een heel schattig mannetje. Ja, dat is echt een babytje. Zo awkward en een beetje zo... En hij maakt ook weer dat fouten. Dus ja. Een microfoon laten vallen. Ja, bijna. Best wel onhandig was hij ook. Ja. Cute. Nou, ik zal je... En toen was het dinsdag en zoals je ziet was dinsdag ook weer een drukke dag. Op woensdag was het koud en nat en ik voelde me verrot, maar ik deed net alsof het heel lekker weer was om buiten te zitten. Voordat je denkt dat mijn hele week uit louter hoogtepunten bestaat. Vandaag lig ik lekker in mijn joggingbroek op de bank Netflix te kijken. Ik voel me een beetje ziek. Best wel erg ziek eigenlijk. Het is wel echt lekker om hier te zitten. Met ondergaande zon op mijn bankje. In februari. Ik knapte gelukkig snel weer een beetje op van het niks doen. En toen was het tijd om te koken met worstjes, champignons en witlof. Donderdag was eigenlijk de spannendste dag van de week. Ik stond heel vroeg op en ik stapte in de trein naar Den Haag. Een hele goede morgen allemaal. 9:57. Ons volgende station is eindbestemming Den Haag Centraal. Ik was namelijk, naar aanleiding van iets wat ik heb gezegd in mijn laatste Q&A, uitgenodigd om Erwin Olaf te komen interviewen in het gemeentemuseum. Ik ben aangekomen bij het museum en ik vind het wel een beetje spannend, want ik heb helemaal geen idee wat ik kan verwachten. Is het een soort persconferentie? Zit Erwin Olaf straks in een zaaltje en... Moet ik daar dan naartoe en hoeveel tijd heeft hij eigenlijk? Is het 2 minuten of is het 10 minuten of langer? Er was heel erg veel pers waar ik mezelf toch niet helemaal tussen vond passen. De museumdirecteur en Erwin Olaf zelf heet ons welkom en vertelde iets over de expositie. Fijn dat u hier allemaal bent op de persopening voor de dubbeltentoonstelling van Erwin Olaf. Hier is meer een reis door mijn hoofd, zou ik maar zeggen, in dit museum. En kunt u zien de woedende boze man, maar ook af en toe best wel aardig, toch? Dus ik ben benieuwd wat u vindt,
als jullie me de grond in schrijven, ik weet je te vinden. En toen was het tijd voor mijn interview met Aaron Olaf. Werd me verzocht om het heel kort te houden. En ik werd ook steeds zenuwachtiger. Zo zenuwachtig dat ik ook de camera niet meer normaal kon vasthouden. En de lens niet meer goed ingezoomd stond. Maar we hadden wel een heel leuk gesprek. Ik heb een nieuwe vriend. Oh, ik voel me wel een dwerg. Ja, ik zal een beetje zo. Nee hoor, nee. Ik ben gek. Ja, ik probeer heel cool te doen, maar ik ben stiekem een beetje bewonderaar al heel lang van je werk. Ja. Maar ook, je bent zeker vroeger, toen ik nog iets jonger was, altijd wel een rolmodel voor mij geweest. Als iemand die zo expliciet was over homoseksualiteit in zijn werk, maar toch zo succesvol. Maar dat ik, ja, ik wist. Maar seksualiteit heeft weinig met succes te maken. Ja, maar ik moest toch even zien dat het bestond ofzo, ja. En dat het kon. Dankjewel, dat vind ik een heel lief compliment. Dat meen ik echt. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Oh, dat is fijn. Heb jij zelf vroeger zo iemand gehad die jou daarin heeft geholpen? Eigenlijk wel, ja. Er was een zanger, Robert Long. Oh. Die zong heel strijdlustig over homoseksualiteit. Ja. Maar weet je wie ook was? David Bowie. Oh ja. In Toppel. Toen ik die voor het eerst zag, zat ik met mijn moeder op de bank. En ik schaamde. Ik was heel erg bang dat mijn moeder zou zien dat ik hem leuk vond. En Robert Long was meer de Nederlandse tegenhanger. Ja. Meer de politieke activist. Nou, en ik was een podcast aan het luisteren met je. Dat zelfs je eerste romantische Ik heb met Robert Long was mijn allereerste romantische seksuele ervaring. Oh, wat. Ja. Goed verhaal. Ja. Zo, dat was leuk. Beetje spannend. Hij was gelukkig heel lief. En moest allemaal heel snel, maar het was wel een heel leuk gesprekje. Ik ga nog niet naar de tentoonstelling kijken, want dan ga ik dus zaterdag met mijn moeder naartoe. Als je benieuwd bent naar het hele gesprek dat ik had, overweeg dan om bij Team Kijk maar even te komen. Want je vindt het hele interview op patreon.com/Bram de Wijs. Ik vond het heel leuk om Erwin Olaf te spreken, maar daarna moest ik wel even bijkomen op een rustig plekje. Ik keek net op de kaart hoe ik terug naar het station moest fietsen. Toen zag ik dat ik echt vlak bij het strand was. 9 minuten fietsen. En als het strand zo dichtbij is, dan moet ik er even naartoe. Kijk nou. Het is ook nog echt een super mooie dag. Ik wil lente. Ik ben ook benieuwd wat voor jou de ultieme plek is waar je even je hoofd leeg kan maken en tot rust kan komen. Is dat ook het strand of het bos of juist thuis op de bank of in een club lekker dansen? Laat het me weten in de reacties. Oh, dat is zo lekker. Maar ik moet weer terug naar mijn werk, dus terug naar Hilversum. Het was een geslaagde ochtend, ik ging naar mijn werk en die dag eindigde op een of andere manier toch weer in de Febo en in de kroeg met mijn collega's. En wat Valentijnsdag frustraties. Kut Valentijn. Vrijdag was het ineens soort van zomer geworden en ik dacht, tegen de hoofdpijn is het vast heel slim om naar buiten te gaan en frisse lucht in te ademen. Is die dood of ligt die te zonnen? Normaal lopen. Jezus. Ja. God, het is echt zomer. De vogels fluiten, de paarden hinniken, echt lekker. S'avonds voelde ik me gelukkig een stuk beter en ik stapte in de trein naar Amsterdam. Deze video is trouwens niet gesponsord door OV-fiets, ook al snap ik dat het zo lijkt. Lekker op de OV-fiets rond de spits door het centrum van Amsterdam rijden. Vroeger vond ik dat altijd heel vervelend, maar nu is het eigenlijk wel grappig. Ik kan lekker aan die bel rukken en het was een mooi contrast met de stilte van het bos net. Ik ga eten bij Mickey en daarna gaan we uit bij Prik. Mickey woont 10 hoog met belachelijk mooi uitzicht over... Ja, wat zien we daar eigenlijk? Daar, dat is Zandvoort. Huh? We zijn in Amsterdam, maar je ziet al Zandvoort. Vet. En terug op de OV-fiets onderweg naar Prik in de stad. Een van mijn favoriete gay kroegen op dit moment.
Dat er gewoon een heel gevarieerd publiek komt. En je kan heel lekker buiten zitten, zeker met dit weer. Tenminste, met een jas aan en een sjaal. Onder de terrasverwarming. Dat was best lekker. Vertel even over je buidel. Ja, dit is mijn buidel. De lepel in. Wat nog meer? Mijn sleutels. Heel veel kleingeld. En dit is al schoon hoor. Mijn werkpas. Groen! Dat doet niet veilig. Groen! Iedereen is er. Ik bedoel, ik kwam hier gewoon voor één iemand en iedereen is er. Echt gezellig. Wie dan? Het was super leuk bij Prik. Er kwamen steeds meer mensen bij, het werd steeds gezelliger. Het was heel leuk, maar ik moet mijn trein halen en ik ga weer naar huis. Het is eindelijk zaterdag. Het was echt een super leuk, goede, gezellige week. Maar ik keek natuurlijk het meeste uit naar vandaag, want ik ga vandaag met mijn moeder naar de expositie van Erwin Olaf. Ik had natuurlijk donderdag al kunnen kijken, maar dat heb ik expres niet gedaan, want ik vond het leuk om dat samen met mijn moeder te gaan ontdekken. Ik ben al super lang heel groot fan van Erwin Olaf's werk. Ik vind het vooral mooi dat het zo'n perfecte wereld is, waarin altijd toch, ook al is alles mooi en perfect belicht en glad, en toch voel je dat er iets niet in haak is. En dat vind ik heel mooi. Dus ik kijk er heel erg naar uit om die foto's in het groot te zien straks. Dus op naar Den Haag. Net als in mijn allereerste vlog ga ik dus met mijn moeder naar het museum. We hadden afgesproken op Utrecht Centraal. En we waren zo lekker op tijd dat we ook nog weer even naar het strand konden. Maar daar was het inmiddels behoorlijk fris geworden. Zo, we zijn op het strand. Ik ben opnieuw op het strand voor de tweede keer deze week. En we hebben net even lekker bitterballen gegeten. En een wijntje gedronken. En nu gaan we heel even naar de zee, want zoals mijn moeder altijd zegt... Als je naar het strand gaat, wil je de zee zien. Ja, zo is het wel. En dan fietsen we daarna naar het gemeentemuseum. Omdat het de officiële feestelijke opening van de expositie was, waren er superveel mensen. Dus het was echt mega druk. En gelukkig hadden wij alvast even een kleine preview. De echte opening moet nog beginnen, maar we zijn van stiekem even naar boven gegaan. Want nu is het nog helemaal leeg. Straks staan er allemaal irritante mensen voor. Het was heel fijn dat we in ieder geval de nieuwe fotoserie Palm Springs alvast even konden bekijken zonder dat er iemand voor stond. En daarna waren er drankjes en speeches en was de tentoonstelling officieel geopend. Maar goed, we moeten maar even gaan kijken. Het enige wat ik echt wil doen, maar dat moet ik echt niet vergeten, is een paar mensen bedanken. En zoals ik al had verwacht, kon je toen dus inderdaad niet zoveel meer zien, omdat er de hele tijd mensen voorliepen. Maar toen bleek dat het ook best wel leuk was om te kijken naar mensen die naar kunst kijken. Er hing heel veel mooi nieuw werk en wat ouder werk en natuurlijk ook de opdrachtserie die hij maakte voor het Koninklijk Huis. Waarin je trouwens in het oog van Willy, de fotograaf, nog kan zien. Maar het werd steeds drukker, dus ik bedacht dat ik gewoon een keer terug moet gaan op een rustig moment. En dat kan ik jou ook zeker aanraden. Ga naar de expositie in Den Haag, super mooi. En dat vond mijn moeder trouwens ook. Bedankt voor het kijken, doei! Hey, we gaan naar Isaac Benjamin. Hoe? Hoe heet die? Ik dacht Alec. Alec. We gaan... Dit is echt een goed begin.